Yes, we can. Vlag gezien. Ja. Hoe vond je het om je eigen vlag te hijsen? Heel mooi om te zien eigenlijk. Ik vond het ook wel heel raar om te zien, want ik sta nooit zo erg in de picture en dat soort dingen. Dus ik vond het wel heel apart. Ja, jij staat niet zo in de picture zeg je, maar je doet wel heel veel aan vrijwilligerswerk, ja, toch? Wel, ja. Wat doe je? Ik ga met de honden bij mensen in verzorgingshuizen langs om ze een leuk uurtje te bezorgen. Dat ze er daarna nog heel veel plezier van gaan beleven daarna. En ze zitten altijd heel hard te wachten tot de volgende bezoek weer. Ja, dat heb ik al heel vaak gehoord. Nou, tot volgende week, kom alsjeblieft weer. Ja. Oh, wat mooi. Ja. De laatste tijd. Ja, en jij hebt iemand meegenomen die hetzelfde vrijwilligerswerk doet. En die ken ik nog van verleden jaar. Toen was jij topvrijwilliger. Ja, ik was vorig jaar topvrijwilligster. En daar zitten ontzettend veel leuke dagen aan vast. Mijn functie is eigenlijk voor Animal Life Foundation. Ik werk met de hond. En ik was genomineerd als beste buur. En nu ben ik om Daisy te supporten, omdat ze eigenlijk alleen zou gaan en het best heel spannend vond. Hartstikke leuk. Nou, ik denk dat jullie allemaal heel trots zijn op Daisy ook. Absoluut, daarom is ze opgegeven. En ik weet nog dat Thea haar op heeft gegeven toen wij onze speciale dag vanuit Blender hadden. Ja, want daar heb jij staan dansen. Ook nog. Daisy, ga je nog een paar keer kijken met de hond bij je vlag? Is goed, zeker wel. Vanavond met mijn vriend samen. Die wist het wel, maar die kon helaas niet mee. Die wilde het wel heel graag zien. Dus we gaan vanavond samen kijken met Fleur.